guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Porque soy tan emocional. Wow, now. Si te tengo a mi lado, pierdo el control. Sabemos que esto terminará. Pero duerme conmigo una noche más. O quédate aquí. Te necesito en mí. Esto no es amor, lo sé. Pero hoy que tranquilo, tranquilo. Wow. Ah, mi gusta. Ah, qué bien, gracias. Ah, sí, sí. Sí. No soy profesional, ¿eh? Ah, bueno, no importa. No, yo te enseño. Gordon. Ah, professional. Yes. Paul, laat ik even beginnen. Wat ben ik blij dat ik als eerste wat mag zeggen. Want dit brengt bij mij zeg maar nostalgische gevoelens naar boven. Want jouw neef, Rolf Sanchez, mocht ik ooit coachen als coach in X-Factor. En is nu een van de grootste Latino's sterren van dit moment. En toen had ik als tip gezegd tegen hem van... jongen, jij moet Spaans zingen. En dat blijkt nu ook in dit liedje. Zodra je dus in die moedertaal terechtkomt... dan zie je dat publiek hier denken... heb ik al geboekt deze zomer? Ik voel het Caribisch gebied in mijn gut volle stromen als jij dat zingt. Ik hoop zo dat je ontzettend goed kan dansen. Want ik zeg... Please. Als je... maar ik zeg dus... ik zeg geen ja, helaas. Ik zeg zie. Wat zong je nou eigenlijk in Spaans? Ja, kom, blijf bij me, ga niet weg, slaap met me. Ja, ja. Maar wat zong je nou in het Spaans? Treintje. Ik vind dat Gordon gelijk heeft. Het werd gelijk 20 graden warmer toen jij in het Spaans ging zingen. En daar kwam je echt los. Toen voelde ik je ook. Toen dacht ik, wauw. Het begin vond ik wat matig, moeten eerlijk blijven. Maar dat maakte je echt helemaal goed toen je in het Spaans overging. Dus wat mij betreft een ja, maar wel knallen straks. Chris Brown, set it up. De zangjury was vol lof. Ben je benieuwd naar wat Timor heeft te zeggen? Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ook, Timor. Ja, ik was eigenlijk heel erg surprised dat je zo goed kan dansen. Ja,
Je hebt helemaal in sync gedanst, ook nog een keer met de dansers die we in Augmented Reality zien. Tijdens je optreden was je heel confident, zeker. En had je echt dat temperament waar zij het net over hadden tijdens je zang. Daar zat ik wel een beetje naar te zoeken. Dus ik denk dat er heel veel groeimogelijkheden zijn voor jou. Want je bent nog op sommige momenten een beetje stijf. Een beetje houterig lijkt het bijna zelfs. Terwijl dat niet zo overkomt als ik jou zie als persoon als je zingt. Dus ik denk gewoon dat je in die bootcamp vooral heel veel druk moet gaan zetten op dans. Voor mij is het sowieso een ja. Oké, Paul. We zijn halfway there. Kenzo. Ik weet nog niet. Ik wil iets meer het verschil zien tussen musical en een popartist. Yes. Je hebt wel dat dingetje dat het publiek gek kan maken. En dat vind ik ook echt heel tof om te zien. Hou dat vast. Maar zorg dat het wat meer een natuurlijk ding wordt in plaats van... Hey, ik probeer dit of ik probeer gemaakt, dat. Of een beetje meer dat gemaakt. Exactly. Ja, maar wat is je antwoord, Kenzo? Ik denk... dat ik toch voor een ja ga. Nog wel wat werk aan de winkel, maar jij bent door naar de bootcamp. Als ik nog twijfelde. Dan weten we het nu. Hey, de benen omhoog.